wat is het meest opvallende aan deze programmabegroting? Nou, het is natuurlijk altijd fijn als een programmabegroting geen tekort laat zien voor het nieuwe jaar. Dat is 2012, dan is die sluitend. En dat is toch wel bijzonder, omdat we heel veel bezuinigingen hebben moeten verwerken in het volgende jaar. Wat merken de mensen in Enschede ervan? Nou ja, uiteindelijk heel veel. Dat is misschien niet iets wat iedereen zich realiseert elke dag. Maar de gemeente doet natuurlijk heel veel dingen in de stad. Variërend van cultuur, zaken in onderwijs, de wegen, de straat, het onderhoud. Dus er zijn heel veel keuzes die wij jaarlijks maken. Die voor een belang zijn voor de burgers van onze stad. En nou, als je dan kijkt wat we hebben kunnen doen de afgelopen jaren met de bezuinigingen die hebben doorgevoerd, dan hebben die grotendeels, ja, je zou kunnen zeggen, voor heel veel mensen niet direct merkbare gevolgen. Maar voor al de bezuinigingen die we op basis van de rijksbezuinigingen nu moeten doorvoeren, die bezuinigingen die zullen ertoe leiden dat wij minder kunnen helpen bij mensen die aan het werk willen komen, die wij normaal konden begeleiden en opleidingen konden geven. Daar hebben we nu veel minder geld voor. Wat is het belangrijkste van deze begroting? Nou, voor 2012 is het zo dat we echt zeggen, we gaan door met investeren in projecten in de stad. Ook omdat we zien dat we daar heel veel investeringen van andere partijen mee, als het ware, losweken. Waardoor je ook economische activiteiten houdt, al is het maar in de bouw en in de projectontwikkeling. Dat is echt belangrijk dat we dat blijven doen. Aan de andere kant zijn er verschillende rijksbezuinigingen die we doorvoeren, waardoor mensen bijvoorbeeld die nu begeleid worden naar werk, ja, in de praktijk zullen merken dat we daar minder geld voor hebben. Ja, dan zullen we moeten zorgen dat we dat opvangen door een grotere betrokkenheid van werkgevers. Dat kan de gemeente toch niet alleen? Ja, we hebben eigenlijk met dit college gezegd, de gemeente kan het sowieso niet alleen. Als je gaat kijken wat de gemeente doet, bijvoorbeeld in wijken en buurten, dan vinden we het heel belangrijk dat we meer invloed organiseren van de mensen die daar wonen. Onze inwoners krijgen dus ook de beschikking over wijkbudgetten, kunnen zelf meer gaan bepalen waar geld aan wordt uitgegeven. En we hebben daarnaast ook natuurlijk tal van grote organisaties in de stad. Werkgevers zoals een ziekenhuis of je kijkt naar thuiszorgorganisaties. Maar ook bedrijven, commerciële bedrijven. Of het nou gaat om bedrijven in de maakindustrie of in de ICT. Of als het gaat om uiteindelijk nieuwe bedrijven in de nanotechnologie. Er zijn heel veel bedrijven die van invloed zijn op onze economie. En ja, we proberen toch ook daarmee goed samen te werken. Ook met de universiteit, met Saxion, met een ROC. De samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven en organisaties en de gemeente te richten op, eigenlijk zou kunnen zeggen, gemeenschappelijke thema's. En hoe gaat het na volgend jaar? Het is best wel spannend om te zien wat er nou de komende jaren in de, je zou kunnen zeggen, mondiale economie gaat gebeuren. Daar hangt ook voor Nederland een boel van af. Dus de discussie over Griekenland in Europa is niet heel ver weg. Heeft gevolgen voor onze economie en dus ook uiteindelijk voor het budget wat de gemeenten krijgen. Want de gemeentelijke budgetten zijn gekoppeld aan de rijksbudgetten. Dus als het daar naar beneden gaat, gaat het bij ons ook naar beneden. En als het zo rustig doorgaat in de lijn zoals we nu in de begroting hebben zitten, kunnen we heel veel opvangen. Maar gaat het verder naar beneden, dan wordt het echt een probleem.